Wel TBS, maar geen cel voor Bart van U. Amersfoort lekt persoonlijke gegevens van inwoners. En hoe komt Tim uit Driebergen zo bont en blauw? Goedenavond, woensdag 13 april. Dit is U Vandaag. Het is het klapstuk uit de collectie van het Spoorwegmuseum in Utrecht. En misschien wel een van de bekendste museumstukken van heel Nederland. De hondenkop. Oftewel de trein die jarenlang beeldbepalend was voor het Nederlandse spoor. Vanwege het museumweekend krijgt hij een heel bijzondere make-over. Peter van der Vlist van de Vrienden van het Spoorwegmuseum. Wat gaat er gebeuren? Het wordt een gouden pronkstuk. Een gouden pronkstuk? Een gouden pronkstuk. Daar hebben we zo alles van horen. Stamgast is filmregisseur Jean van der Velde. Jean, jij begeleidt een beginnend filmregisseur bij het maken van zijn eerste film. Ja. Iemand die we allemaal kennen, geloof ik, hè? We kennen hem allemaal als acteur en als zanger. Maar ik zeg het niet. Oh, ja, dat is spannend. We horen er zo alles over. Is het belangrijkste nieuws van vandaag, Eva? Dank je. Wat is er gebeurd met Tim Ploeg uit Driebergen? Hij liep dit weekend na een feestje naar huis. En hij wordt wakker in het ziekenhuis, helemaal in de kreukels. Alles wat zich ertussen heeft afgespeeld, is Tim kwijt. Gebroken neus aan beide kanten. Hechtingen boven mijn oog, onder mijn oog, in mijn lip. Maar ja, dat genees allemaal weer. Tim is nog bont en blauw, maar hij heeft geen idee wat er met hem is gebeurd. Zaterdag gaat hij naar een feestje bij de rugbyclub. Rond 1:30 s'nachts loopt hij naar huis en dan gaat er iets gruwelijk mis. Hij weet alleen niet wat. Hij komt in ieder geval langs een bushokje op de hoofdstraat. Hij heeft geen idee wat er hier is gebeurd of wat er daarna is gebeurd. Het enige wat we hier nog zien is een grote bloedvlek. Afkomstig van het gezicht van Tim. Ja, hoe ben ik daar terechtgekomen? Heb ik daar lang gelegen. Er lag wel heel veel bloed voor een valpartij en gelijk op zand verder gaan, zeggen ze. En ik heb de foto's zien dat en de bril was echt goed kapot. Blijkbaar is Tim na een incident bij het bushokje doorgelopen langs de brandweerkazerne. Bij de brandweerkazerne hebben ze een camera hangen. Daar schijn ik rennend voorbij gekomen te zijn. En voor de rest, ja. Nogmaals, ik weet het allemaal niet meer. Hier in de Dr. Hermanstraat eindigt het, want agenten zien Tim lopen met een bebloed gezicht. Ze nemen hem meteen mee en zorgen dat hij in het ziekenhuis terechtkomt, waar hij meteen wordt geholpen. Vraag blijft natuurlijk, wat is er gebeurd? Zijn broer doet op Facebook een oproep aan getuigen. Is Tim in elkaar geslagen of is hij misschien gevallen? Hij had gedronken die avond. Als het door mijn eigen toedoen komt, hoe kom ik dan aan zoveel verwondingen? Normaal, als je valt, dan val je aan één kant van je gezicht. Maar alle opties zijn mogelijk. Ik weet het gewoon niet. Tim heeft vanmiddag aangifte gedaan. Mogelijk gaat de politie nog meer camerabeelden bekijken. Forse kritiek op de Amersfoortse wethouder Imming. Gegevens van bijna 2000 Amersfoorters blijken op straat te liggen door een ondoordachte mail van een van haar ambtenaren. Die vervolgens verzuimde zijn baas in te lichten. De getroffen inwoners maken zich grote zorgen. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Nee, mijn vertrouwen wordt er niet groter op. Ida Bromberg snapt niet hoe de gemeente Amersfoort zo geblunderd heeft. Ida krijgt hulp van een wijkteam. Maar door een fout van een ambtenaar liggen mogelijk al haar persoonlijke gegevens op straat. Dit is ook de laatste keer geweest dat ik gegevens met het wijkteam of met de gemeente ga delen. Een ambtenaar verstuurde een Excel-bestand per ongeluk naar iemand voor wie het niet bedoeld was. Het bestand bevat persoonlijke gegevens van 1900 cliënten van verschillende wijkteams. De mail werd al in januari verstuurd, maar de wethouder is pas vorige week ingelicht. Ik weet dat er op dat moment alles gedaan is om te zorgen dat het teruggetrokken werd, dat het mailtje op die manier verzonden is naar iemand die dat mailtje niet had mogen ontvangen. Maar u had dat toch moeten weten? Ja, ik laat daar dus onderzoek naar doen, want ik vind het van belang om alle feiten goed op een rijtje te krijgen voordat ik daar uitspraken over doe. Het datalek kwam aan het licht doordat de ontvanger de autoriteit persoonsgegevens ingelicht heeft. Dat de fout is gemaakt is één ding, maar politieke partijen staan versteld dat de ambtenaren de zaak vervolgens onder de pet hebben gehouden. De wethouder is niet net een week bezig. De wethouder is halverwege haar termijn. Zij hoort dus volop grip te hebben op datgene wat in haar omgeving gebeurt. Ogenschijnlijk zijn er veel mensen die er weet van hadden zonder dat de wethouder is ingelicht. En dat is wel echt een hele kwalijke zaak. Ondertussen maken Ida en andere cliënten van wijkteams zich grote zorgen over de gevolgen van het lek. Identiteitsfraude? Ik hoor van een hoogleraar dat dat een optie is, maar dat weet ik zelf niet.
Deze week krijgen gedupeerden een brief van de gemeente. Maar dat is volgens Ida niet genoeg. Ook als blijkt dat mijn gegevens niet in dat Excel-bestand zaten, dan nog verwacht ik een brief. Doordat het datalek wekenlang is verzwegen, riskeert de gemeente Amersfoort een boete van ruim 800.000 euro. En volgens de wethouder is niet uit te sluiten dat er vaker persoonsgegevens op straat zijn beland. Volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat zegt de rechter over Bart van U, die alleen TBS krijgt voor de moord op Els Borst en zijn eigen zus. Op de redactie staat verslaggever Iris Tasseron. Iris, helemaal geen celstraf dus? Nee, helemaal geen celstraf. Er was 8 jaar geëist, maar hij krijgt helemaal niets, want het is niet nodig, zegt de rechtbank. En wat vindt de familie van Els Borst daarvan? De familie van Els Borst is wel tevreden met die uitspraak. Wel vinden ze dat er wel wat gedaan moet worden om zeg maar voortaan te voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Want in deze zaak zijn wel eerder fouten gemaakt. Omdat Bart van U bijvoorbeeld eerder al in aanraking is geweest met de politie. En toen is er geen DNA afgenomen. Dus zijn DNA zat niet in de databank. Ten onrechte dus. Dus met dat soort fouten, daar moet justitie wel wat mee doen. Hij heeft ook zijn eigen zus vermoord. Hoe reageert zijn eigen familie? Zijn eigen familie reageerde eigenlijk best wel apart, want de woordvoerder kwam nog even naar buiten bij de rechtbank. De uitspraak van de rechter is een forse domper voor de familie. En voor hen emotioneel moeilijk aanvaardbaar. De familie hoopt dan ook op een hoger beroep. De familie is het met het Pieterbaancentrum eens dat de dader eilandjes van gezond verstand heeft. En de familie zegt, en ik citeer hen nu: de dader is ziek, maar ook slim. En wat zegt de advocaat erop van Bart van U? Ja, de advocaat zegt zelf dat Bart van U eigenlijk zijn straf nog helemaal niet zo begrijpt. Dat hij dus nog steeds zo in de war is. Maar ze begrijpt de reactie van de familie wel. En daar zei ze dus het volgende op. Want ze zegt wel van, er is dus geen sprake van vergelding. En dat begrijpt ze. Maar dat is nou net het punt waar het in deze zaak om draait. Het was hem niet toe te rekenen en dat heeft de rechtbank ook gezegd. Hè? Hij leefde in een parallele werkelijkheid, wist niet wat hij deed en daarom kan er niet worden toegerekend. En dan kom je dus gewoon niet toe aan een gevangenisstraf. Alleen TBS, betekent dat ook dat hij dan snel op vrije voeten kan komen? Nou, dat denk ik niet, want de rechtbank die heeft wel gezegd dat hij inderdaad leidt aan chronische psychoses en die schizofrenie. En hij moet wel degelijk behandeld worden en dat kan wel even duren. De rechtbank gaat er inderdaad vanuit dat meneer een langdurige TBS met dwangverpleging zal moeten ondergaan. En dat baseert de rechtbank op het gebrek aan ziekteinzicht en het gebrek aan ziektebesef. Maar de rechtbank kijkt natuurlijk ook waar dat allemaal toe heeft geleid. Namelijk de delicten waar hij zojuist voor is veroordeeld. Ook gesproken en zij zijn zelf ook wat teleurgesteld over het feit dat hij dus geen straf heeft gekregen, geen 8 jaar celstraf. En zij overwegen dus in hoger beroep te gaan en daar hebben ze nog 2 weken voor om over na te denken. Oké, ook het OM overweegt een hoger beroep. Dankjewel Iris. Het verhaal van de 2 broertjes David en Daniel uit Baarn, die uitgezet dreigen te worden naar Rusland, heeft inmiddels ook de Tweede Kamer bereikt. Ook in Den Haag is kritiek op het kinderpardon. Alle uitzonderingen leiden alleen maar tot grote onzekerheid. We willen heel graag in Nederland blijven, want hier is het heel leuk. En in Rusland kunnen de taal bijna niet. En dan, als we daar naartoe gaan, dan weten we eigenlijk niks wat we moeten doen. David en Daniel uit Baarn. De jongens van 10 en 11 jaar zijn in Nederland geboren, maar worden het land uitgezet naar het geboorteland van hun moeder, Rusland. En hiermee zijn ze de volgende in een reeks kinderen die dit overkomt. Het Utrechtse Kamerlid Linda Voortman is deze schrijnende gevallen zat. Daarover heeft GroenLinks ook een tijd geleden een initiatiefnota ingediend. En we hebben gezegd dat kinderpardon zoals het nu wordt ingevuld is te smal. Je moet dat breder maken en ook voor mensen zoals David en Daniel moet het zo zijn dat ze hier kunnen blijven. Ja, dat klinkt allemaal leuk, maar daar hebben David en Daniel natuurlijk niets aan. Want nog steeds heeft de politiek niks gedaan met dat initiatiefvoorstel. Ja, dat heeft denk ik toch te maken met de onwil van het kabinet. Het kabinet lijkt er vooral op uit te zijn om zo min mogelijk kinderen hier te laten blijven. In plaats van dat je kijkt naar het kind zelf. Is het kind geworteld of niet? En wij zeggen, kinderen die geworteld zijn, die moet je hier laten blijven. Dus dat kinderpardon, dat moet veel ruimer worden. Ook de burgemeester van Baarn is het met dit standpunt eens. Volgens mij hebben we met z'n allen een probleem om die regelgeving op een goede manier vast te stellen vanuit de politiek. En daarom zijn we elke keer op dit soort momenten op individuele gevallen met elkaar dit gesprek aan het voeren. Oké, het probleem is duidelijk. Er moet dus een ander kinderpardon komen.
En Linda Voortman belooft dat zij haar best gaat doen om de andere partijen in de Kamer te overtuigen. Ik zal bij de staatssecretaris hier aandacht voor vragen. Ik zal zeggen, maak nou een uitzondering hiervoor. Maar nog beter, zorg er nou voor dat de regeling, dat die goed wordt verbeterd. Dat die zo wordt dat er meer kinderen hier kunnen blijven. Daar zal ik mij volgende week, hebben we een debat in de Kamer. Dat gaat over allerlei asielonderwerpen. Maar daar zal ik dit ook aan de orde stellen. Ja, dat debat is de 28e en dan kaart Voortman dus de schrijnende situatie van de broertjes aan. Een filmpje kijken, foto's downloaden of misschien een uitzending gemist zien. In veel buitengebieden in de provincie is dat niet zo makkelijk, want het internet is veel te traag. En de boeren daar die kunnen hun werk niet goed doen. Want zo heb je niks aan de draadloze camera's in de stal. Ja, doordat we geen snel internet hebben, doet hij het niet. En moeten we zelf het bed uit als de koe moet kalven. Al haar hele leven woont Gerda Kool op de boerderij bij Abcoude. Vroeger moesten haar ouders telkens weer gaan kijken hoe het ging met de koeien die bijna kalfjes krijgen. Die is voor de vierde keer aan de beurt, denk ik, met kalven. En die voor de tweede keer en die voor het eerst. Het internet is in de wijde omgeving zo traag dat ze zelfs de simpelste dingen niet kan uitvoeren. Als er een dier wordt geboren, moet ze dat doorgeven aan het ministerie. Dat kan al bijna niet. Klopt, we moeten gegevens sturen naar het ministerie. En vaak doe ik dat met twee computers. Dus dan ben ik met het ene bezig en dat wordt dan opgeslagen. Die is dan aan het verzenden en dan kan ik het andere vast weer klaarzetten. Het duurt vaak een half uur. Gerda is de buurt ingegaan en is nu ambassadeur van een nieuwe campagne voor snel internet. Als alles doorgaat, krijgt de Ronde Venen glasvezel. De gemeente staat erachter. Het is een levensbehoefte. Kunt u nog zonder elektriciteit? Nou, mensen in het buitengebied kunnen ook niet meer zonder snel internet. Als Gerda voldoende van haar buren meekrijgt, kan het buitengebied van de Ronde Venen volgend jaar al snel internet hebben. Maar bewoners betalen dan wel een tientje extra per maand. Maar dat is het misschien wel waard. Hè? We gaan naar de bank. Stamgast Jan van der Velde zit bij ons op de bank. We hebben het straks over het regiedebuut van iemand waarvan je net de naam niet wilde vertellen. Acteur en zanger, en we kennen hem allemaal. Ja, Thomas Acta. Thomas Acta maakt een eigen film. Je hebt hem daarin begeleid. Daar gaan we straks alles van horen, hoe dat gaat. Maar eerst de Gouden Hondenkop, die vanaf vanavond te bewonderen is op het Domplein in Utrecht. De ouderen en treinfanaten, die kennen hem zeker. Trein met de karakteristieke bolle neus. Peter van der Vlist van de Vrienden van het Spoorwegmuseum. Het is ook een echte Utrechtse trein, hè? Meet in Zuilen, als ik me niet vergis. Ja, meet in Zuilen. Meet bij Werkspoor. Het treinstel wat in het museum staat, komt inderdaad bij Werkspoor vandaan. In de tijd waren er trouwens nog meer fabrieken in Nederland. Allan en Beinus die hebben ook veel gebouwd van het materieel van de hondenkop. Maar de hondenkop in het museum is echt Utrechts. Ja, en wat vind je van die gouden replica? Ik vind het heel origineel bedacht, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik vind het ook eigenlijk terecht dat onze hondenkop, als ik onze mag zeggen, onze hondenkop deze prijs heeft. Want ik zie het als een prijs, als een waardering voor wat er toch in het museum staat. En ik was er vandaag bij om te kijken hoe dat apparaat in elkaar gezet wordt. Ja. En straks om 1:07 door de stad zal worden gesleept naar het Domplein. Alleen de reis al. Nou, is precies. Daar vraagt zich misschien thuis af. Een gouden hondenkop op het Domplein. Waarom die hele toestand? De museumvereniging laat ieder jaar een topstuk uit de musea nabouwen om aandacht te vragen voor de Nationale Museumweek. Die gaat dit weekend van start in Utrecht. Eén voor één worden delen piepschuim voor de deur van het Spoorwegmuseum in elkaar gezet. En zo moet hij eruit komen te zien. De replicatrein moet de aandacht trekken voor de Nationale Museumweek die zaterdag begint. Het is eigenlijk een campagne die een grotere doelgroep benadert. Die de Nederlander nog meer bewust maakt hoe mooi en hoe bijzonder ons cultureel erfgoed is. Om dat te laten zien hebben ruim 300 musea een speciaal programma om hun pronkstukken in het zonnetje te zetten. Deze hondenkop van het Spoorwegmuseum werd gekozen tot het mooiste stuk. Dat betekent dat de Museumweek in Utrecht zal beginnen. Het is natuurlijk een eer om de Nationale Museumweek vanuit Utrecht, vanuit het Spoorwegmuseum af te mogen trappen. En het is natuurlijk ontzettend mooi en gaaf en cool in wat populistischere taal om te zien hoe dan zo'n iconisch collectiestuk in het goud op schaal van piepschuim nagemaakt wordt. Het wordt dan ook een heel gevaarte. Hij moet 12 meter lang en bijna 4 meter hoog worden. Vanavond wordt hij met een grote trailer naar het Domplein gebracht. Ja, volgens mij gaat het goed. Iedereen kijkt nog rustig en ze drinken nog rustig een kopje koffie. Ik voel nog geen stress, dus volgens mij gaan we de deadline halen.
Nou, met z'n allen langs de kant staan kijken straks. Ik denk dat het wel wat bekijk zal trekken. Ja. Klopt, ja. De museumbezoekers hebben de Hondenkop als hun museum topstuk gekozen. Ja. Verrast dat je? Nou, als ik nou ja zou zeggen, dan zou ik dat natuurlijk... Nee, het verrast me eerlijk gezegd niet. Het is, Ontspoorweg Museum is zeker al de moeite waard om daar te komen kijken. Ja, en de Hondenkop is daar eigenlijk altijd al een trekker. Omdat ik toch denk dat heel veel mensen ook nog in de tijd dat ze gewoon met de trein racen, dat ze met de Hondenkop gereden hebben. En dan zeggen, ja, weet je nog, ja. Dat waren toen nog de intercity-treinen van de NS. Ja, ja, want dat was het, ja, want ik ben net in Zuid-Afrika geweest een week. En daar zie je de Hondenkop ook rijden, volgens mij. Met geel en die schuine strepen. Het kan kunnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog niet in Zuid-Afrika geweest. Maar ik weet wel dat Werkspoor ook met name, en dat zou het kunnen verklaren, ook materieel gebouwd heeft voor verre buitenlanden. Ja. En dat zou zomaar kunnen, hoor, dat je het daar... Dat was onverslijtbaar, hè, dat spul. Wanneer is hij voor het eerst gebouwd? De tekeningen zijn gemaakt in 1954. Mm-hmm. De eerste zijn in 1956 in dienst gekomen. En je moet eigenlijk doortellen tot zeker 1962... toen de laatste eigenlijk in dienst gesteld werd. En in de jaren eind 90 zijn ze buiten dienst gesteld. En geleidelijk aan ook allemaal gesloopt op 3 treinstellen. Oh, zo weinig maar. Laten we even hier in beeld. Wat maakt hem nou verder zo speciaal? Nou, de vorm. Hè. Je kunt met wat fantasie misschien kun je er toch wel een hondenkop in terugzien. Mm-hmm. En je moet je dus voorstellen dat vroeger de treinen met een klein spits neusje waren uitgerust. Daar zat de machinist voorin, uiteraard, maar heel erg onbeschermd. Met een beetje aanrijding op de overweg was die meteen was die geraakt. Je moet echt de hondenkop zien als een met de bescherming voor de machinist. Hij zit ook hoger in de trein, maar ook met name het stalen frame wat hem beschermt bij aanrijdingen. Was wel de aanleiding om dit ontwerp te maken in de jaren 50. Ja, want hoe was het om op zo'n trein te rijden? Nou, als machinist weet ik niet. Hè? Dat kan ik niet overoordelen. Als ik als reiziger dan terugdenk aan het reizen per trein in de hondenkop, dan kon je zeggen dat je in een heerlijke fauteuil ging zitten. Vooral als het eerste klas was, moet ik er meteen bij zeggen. Maar je reed dan lekker comfortabel, stevig. Als je weet dat een trein van een lengte van 4 rijtuigen bijna 200 ton weegt, dan wil je wel rijden als dat heel rustig mooi. En of het nou 100 reed of 140, dat maakt er voor het zit- en rijcomfort niet uit. Ik weet als jong jochie, je zag die dingen door het landschap gaan. Ja. Op de een of andere manier maakte dat toch meer indruk dan de treinen van tegenwoordig. Heb jij dat ook zo? Nou ja, dat sowieso. Het is een iconisch beeld. Het is helemaal tegelijk. En volgens mij had je ook meer plek. Want tenminste, je zat ruim. Want als ik tegenwoordig kom net met de trein, je zit echt helemaal zo en dan zit er nog iemand naast je. Ja. Ik had het gevoel dat je meer plek had per persoon. Klopt dat? Of is dat een illusie? Nee, illusie niet. Het is denk ik wel zo dat in de tijd waar we het over hebben, de hondenkoppen in de jaren 90 zijn verdwenen. Hè. We praten alweer over bijna 20 jaar later. Het aantal reizigers is natuurlijk zodanig toegenomen dat je moet het toch wel proberen in zo'n trein kwijt te kunnen. Ja. En vroeger was alles beter. Dat zou ja. En ze waren heel belangrijk natuurlijk voor Utrecht als stad. Want dat brengt heel veel werkgelegenheid met zich mee, neem ik aan. Dat die dingen hier gebouwd werden ook. Werkspoor heeft, ik denk dat Werkspoor een van de grootste bedrijven in Nederland is geweest. Zeker op het gebied van rollend materieel, bouwen. En in Utrecht heeft het natuurlijk een impact gehad. Met name toen het bedrijf gesloten werd in de jaren 70, begin jaren 70. Mm-hmm. Dat is wel een klap geweest. Ja. Nou, heel veel over te zien in het Spoorwegmuseum. En vanavond allemaal langs de kant van de weg staan om te kijken. Allemaal kijken. Hoe die op het Domplein wordt opgebouwd en daar naartoe gaat op een trailer. Sjan van der Velde, toen ik hoorde dat jij ook coach bent, dacht ik eerst aan voetbal misschien. Want je hebt de serie All-Stars gemaakt. Toen hoorde ik dat jij coach bent van Thomas Agda. Ik denk, hij zal toch geen zangles geven? Oh, ja, nee, dat gaat me niet lukken. Ik hoor het al. Maar je geeft hem een soort van regieles. Je begeleidt hem bij zijn eerste film. Nou ja, ik ken Thomas natuurlijk al heel lang, van All-Stars onder andere. En Thomas is altijd van alle acteurs degene geweest die altijd zo na afloop of tijdens de opname vroeg van, nou, hoe doe je dat en waarom doe je dat zo? En ga je ook nog een shot zo maken? Dus hij had interesse. Hij heeft een jaar, 4, 5 geleden is hij volgens mij een half jaar naar New York geweest, naar de filmschool. Omdat hij ook wel, denk ik, realiseerde van die zangcarrière is misschien ook eindig. En dat is inderdaad ook zo gebleken. Ze zijn gestopt. En film is hij heel erg door gefascineerd. Dus toen heb ik hem heel erg geenthousiasmeerd van, nou ja, ga gewoon, kies een project of zorg dat je een film gaat regisseren. Want het is hartstikke leuk. Ja. En 2 jaar geleden was er een script wat met een collega van mij, Rolf Koot, die had dat script en die zei van, goh, misschien is dat iets voor Thomas. Dus toen zijn Thomas, Rolf en ik om tafel gaan zitten.
Ja. En het leek hem hartstikke leuk. We zien er uit, op de achtergrond scènes uit, ja, uit de film. Ja, Lies Vissendijk zit erin, vanuit Gooise Vrouwen. Ja. Nasreddin Shah zit erin, Sander Langelaar. Het Fake, zo heet de film. Wat is het voor soort film? Nou, het is onderdeel van telefilms. Die worden vanaf 20 april zondag worden er 6 uitgezonden. Het zijn eigenlijk speelfilms gemaakt alleen voor televisie. En meestal om debutanten een kans te geven of mensen die een tweede film maken. Of die een tijdje uit hun carrière zijn geweest en opnieuw wilden beginnen. En dit is een film, het gaat over een meisje wat op de foute mannen valt. En op een gegeven moment contact krijgt in Maastricht. Met een sheik die bij de grote kunstbeurs die ieder jaar in Maastricht is, daar zijn slag wil slaan. Alleen op een andere manier dan zij in eerste instantie denkt. Ja. En het is een soort komedie, romantische komedie, maar ook met een soort overval en actie. En hoe gaat dat begeleiden dan van de regisseur? Je moet een kapitein zijn op een schip. Thomas heeft er zelf over gezongen vroeger, maar hoe ging dat contact met jullie? Nou ja, kijk, laat ik zo zeggen, het eindresultaat was in ieder geval dat hij zei tegen mij: ik wist niet dat je zo hard moest werken als regisseur. Ja. Dus dat heeft hij in ieder geval geleerd. Maar voor de rest is het begeleiden van het script. Ja. Maar je las net wat sms'jes voor die hij stuurde tijdens die opnames. Dus regelmatig. Dus ik heb hem in de voorbereiding wat tips gegeven. Hij wil graag weten hoe pak je dat aan met acteurs. Hij heeft het zelf allemaal meegemaakt, maar het is toch anders als je aan de andere kant staat. Dus ik kreeg gewoon draaidag 2, dus was net begonnen. dit is de tweede dag dat ik mijn shots niet allemaal en op tijd heb. Maar ik krijg de cameraman en de opnameleider niet sneller. Is dat mijn verantwoording? Waarop ik zeg, ik bel je over een half uurtje. Het is niet jouw verantwoording, maar je bent uiteindelijk wel de lul. Als je het niet hebt. Dus met andere woorden, het is het zoeken naar waar ligt de verantwoordelijkheid precies. Hoe krijg ik een team? Hoe geef ik leiding aan 40, 50 man? En als je in de soep loopt, wat dan? En wat dan? En hoe, daar zijn een heleboel vragen. Dus ik heb hem uiteindelijk. Ja, je kunt een paar tips geven of helpen of even aan de telefoon steunen. Maar het gaat erover. Nou, jij. Alles wat je van plan was te maken en je hebt het niet, ga je nooit meer krijgen. Want meestal zit je op een locatie 1 dag en dan de volgende dag zit je weer ergens anders. Dus alles wat je niet hebt, heb je niet meer. Ja. Dus je moet gewoon zorgen dat je het hoe dan ook krijgt. Ja. Dus je moet dan tegen die opnameleider zeggen: zorg dat die cameraman wat harder werkt. Laat hem niet met al die lampjes vlieren fluiten. Mm-hmm. Dan maar iets minder mooi. Of als je het per se heel mooi wil, dan moet je die. Ja. Dus het is voortdurend keuzes maken. En dat proces. En hij werd gek van alle keuzes die hij moet maken. Want hij kan nou nog merken dat hij zelf acteur geweest en wordt dus geregisseerd altijd. Ja. Kun je nou merken dat hij daar toch daardoor ervaring op doet met wat hij nu moet doen? Hij weet natuurlijk heel goed wat leuk is in de scène en wat een grap is en hoe een timing is. Dus hij weet heel goed hoe hij met al deze acteurs om moest gaan. Ja. Maar er komt ook een heel technisch verhaal bij, een heel apparaat. En de stress van je kan wel eens een keertje een uur of 2 uur doorwerken, maar niet iedere dag. Nee. Of het gaat regenen. Je had zon nodig, want iedereen is in bikini. Ja. Het regent. Ja. Nou ja, dat soort problemen. Dan kreeg ik van dat soort sms'jes en dan moest ik even bellen. Zondagavond. Maar het is echt een hele leuke film geworden. 8 mei, dat kunnen we allemaal bekijken. NPO 3, daar wordt hij uitgezonden. Ja. En na de reacties horen we wel of hij ook doorgaat als regisseur. Denk je wel. We gaan iets heel anders van de hondenkop waar we het net over hadden. Gaan we naar een nest jonge eendjes. Ja, ze zien er al heel schattig uit. De vogelopvang in Soest zit vol met dat soort kuikentjes deze tijd van het jaar. Heel schattig dus, maar ook een beetje zielig. Oh, wat zijn ze lief, deze kleine eendjes. Maar ook zo moedeloos alleen. De vogelopvang in Soest heeft de zorg over 53 weeskuikens. In een seizoen krijg ik er zo'n 500 binnen. Maar het begint nu gewoon heel vroeg en heel explosief was het. Alleen een knuffelbeer onder een warme lamp doet ze nog een beetje denken aan vroeger, toen mama er nog was. Dus dan hebben ze toch een beetje het idee dat ze een moeder eend erbij hebben. Een nieuw thuis hebben de eendenkuikens. En deze getraumatiseerde vogels hebben ondanks alles gelukkig hun gezondheid nog. Maar dat geldt niet voor alle eendenbaby's. Ik heb hier 2 liggen, die zijn heel erg slecht. Die zijn gisteren binnengekomen. En gaat die ene het redden, die daar zo met een kopje plat ligt? Ik denk het niet. Dat kan ik ook al voelen aan hem. Die andere is nog lekker warm en deze begint al kouder te worden. Verkeer, roofdieren. Het zijn de gevaren van alle dag voor eenden. Maar het grootste gevaar sluimert in de eigen vijver. Ja, die mannetjes die willen direct paren zodra ze zo'n vrouwtje zien lopen. Ook al lopen er 10 eendjes achter eraan, maakt ze allemaal niet uit. Die duiken er met z'n allen bovenop. Moeder vliegt weg, komt soms niet meer terug. En dan heb je weer een nest moedeloze eendjes. En hier zit een van de schuldigen.
zelf ook flink toegetakeld. Nou ja, en dit mannetje is weer toegetakeld door soortgenoten tijdens een verkrachting van een vrouwtje. Het is de natuur, zou je kunnen zeggen. Maar toch heb jij met je broodzak het lot van vele eendenkuikens in handen. Vooral geen eendjes voeren. De mannetjes die moeten gewoon zelf hun kostje opzoeken, lekker veel tijd aan spanderen. Dan hebben ze geen tijd om de vrouwtjes te verkrachten. Nou, er zit bijna een filmscenario voor Thomas Agda in, zou je denken. Ja. We gaan naar het weer. Ja, het weer is niet voor 18+. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Er is opnieuw kans op mist. Het wordt rond de 4 graden. Morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag wat buien. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het dan 15, 16 graden. De dagen daarna is het wisselvallig met vooral vrijdag en in het weekend geregeld buien. En de temperaturen die gaan dan geleidelijk omlaag richting de 11 graden. En Marcel Peters die heeft met zijn torenkraan een nieuwe plek gekregen in het centrum van Utrecht. En vanaf die plek maakte hij deze foto. Nou, die is toch wel sensationeel. En het is een prachtig decor van laaghangende mist en een opkomende zon. Nou, heeft u zelf een prachtig plaatje? Ik daag u uit om er zo in te maken. Mail hem dan naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Onze gasten waren Peter van der Vlist en Jean van der Velde. We hadden het over de Gouden Hondenkop. De trein die vanavond allemaal op het Domplein moeten gaan bekijken. En over het regiedebuut van Thomas Agda. Dank voor de komst. Dit was U Vandaag. Kijk voor meer regionieuws op onze site of op de app. En morgen dan zijn we er weer. Fijne avond nog. Dag. Dag.